Ik vind dat wij ook als Tweede Kamer naar onszelf moeten kijken. En daar bedoel ik mee dat ik me afvraag, omdat wij hier zo'n beetje elke dag spreken, vaak stemmen over dingen die heel hard ingrijpen in het leven van mensen. Over de kosten, over de hoogte van de belastingen. Wie ligt er hier eigenlijk zelf wel eens wakker van mogelijke rekeningen die hij niet kan betalen? Ik vermoed niet veel, voorzitter. En dat is ook niet gek. Want onze inkomens, de salaris van de Tweede Kamerlid, is ruim 120.000 euro per jaar. En dan lig je niet wakker van de stijgende prijzen van boodschappen of van die grijflatie. En dan lig je niet wakker van een eigen risico. En voorzitter, de SP heeft daarom een regeling dat wij een groot deel van ons salaris inleveren. Maar wij vinden dat we dat als Tweede Kamer collectief zouden moeten doen. Wij vinden dat Tweede Kamerleden een derde van hun salaris in zouden moeten leveren.